Rara, waar ben ik? Waar was ik gisteren? Ik ben hier nog even gaan kijken of de boeren hier nog waren. De brandweer gaat weer de lucht in. Wat ze daar doen, weet ik niet. Maar dat zag ik ze de volgende keer ook al doen. Een nieuwe attractie op het Museumplein. De lucht in met de brandweer. Ja, het is reuze gezellig zoals altijd hier. Mooie muziek. Rutte, waar zijn de kinderen? Kom op. Ja, de Walk of Freedom. De mensen die hier lopen kunnen even wakker geschud worden. Ons bord van gisteren, wat we gisteren cadeau hebben gekregen. Faalkabinet, Nexit, boerenzakdoek, blauw, wit, rood. 666, World Economic Forum, stop het. Amsterdam. Ja, heel gezellig. Gisteren was het ook geweldig. Het was een oase van liefde en verbinding. Het waait hard. Ik doe even mijn oortjes in. Oh nee, die heb ik hier niet. Wat betekent dat? Dat het weggeknipt is? Dat zijn de mazen van het net. De mazen van het net voor de vissers. Geen vangst. Ik zou even. Er stond iets anders en het was mislukt. En Pierre heeft er... Nou, het zegt me heel veel eigenlijk, ja. Wat jij zegt. Het is weggeknipt, maar het zijn eigenlijk druppels. Druppels, bloed. Ja. Maar de visualisatie is hier nog mee bezig. Ja. Het is ook erg lastig modelleren dit. Ja, zeker. Deze vind ik ook heel mooi. Code zwart. Kan het nog erger worden in Nederland? Ja, het kan nog erger. Maar willen we het nog zover laten komen? Wij zijn de leugens zat. Wij zijn de leugens zat. Antifa was hier net even. Zomeravond, Museumplein. Ik weet niet of er optredens zijn. Ik heb niks van meegekregen. Oh, kijk. Nog een andere actie is hier eigenlijk. Netjes. We are ruled by criminals. Quote of Snowden. We worden geregeerd door criminelen. Door de maffia. Elite maffia. Geen criminele daden gedaan, toch in de gevangenis. Zelfs in de isolatiecel sinds 11 april 2019. Nou, dat is wel echt afschuwelijk. In de isolatiecel, jongen, jongen. Dat wist ik niet eens. Ik zou de vraag die vrouw even interviewen, maar ze is in gesprek. Ja, het is super heet hier, dus ik heb ook niet veel woorden nu te delen, want ik ben ook moe en het is heet. Maar ik heb een geweldige dag gehad gisteren, enorm veel waardering, liefde ontvangen. Enorm veel mooie ontmoetingen met mensen die ik al ken, ook met nieuwe mensen ontmoet. En wij zijn hier elke zondag van 2 tot 5 met uitloop. Ja, dit is toch duidelijk, mensen. Ja, ik zal later wel weer een update geven. Ik ben enorm blij natuurlijk met mijn vrijheden die ik terug heb.
Hart voor vrijheid op mijn rug. Nou, ik ben heel blij met gisteren, hoe het allemaal gegaan is op de Dam. Mooie mars gelopen, veel toeristen ook kunnen informeren. Goede speeches ook gehoord op het podium. Hele goede speeches ook van twee boeren. Enorm sterke speeches. Ik heb zelf ook nog een interview gedaan met LNN. Nog met Karin Zwijgrecht heb ik ook nog gesproken in de live. Ik heb zelf nog een paar video's opgenomen. We zijn nog in het Westerpark geweest gisteren. Ik ben nog op de Nieuwe Markt geweest met LNN Media Team. Leuke crew, leuke mensen, goede gesprekken mee gehad. Ik was gisteren om 12:30 pas richting huis gegaan. Ik heb ultiem mijn vrijheid genomen. Stop huisarrest. Steun de boeren, steun de burgers. Laat je horen, stop de Great Reset. Versterk de Great Awakening. Ik spreek jullie later. Goeie week. Ik heb veel op de planning, veel ideeën, maar ik weet nog niet alles concreet hoe het deze week gaat lopen. Ik hou jullie op de hoogte. Bedankt voor alle support, alle liefde, alle warmte. Geweldig. Snelwegprotesten gaan door. Hilversum Mediapark, we komen eraan. Er is ook een Samen voor Nederland demo in Groningen binnenkort. Ik ben ook gevraagd om te speechen op het podium. Geweldig. In augustus, in september ook. Volgens mij dat ik in september ga speechen voor Samen voor Nederland over mijn politiek gevangenschap. Maar misschien ook in Groningen. Dus ook heel veel activiteiten vanuit de kerk, ook in Friesland binnenkort. En daar zijn natuurlijk ook veel protesten aan de gang, dus ik hoop er ook bij te zijn om de boeren te steunen. Ja, geweldig om elkaar weer terug te zien. Ja, dat is echt heel leuk. Tineke, mooi om te horen. Ik ga even weer connecten. Ik heb zo ook nog een andere afspraak. Amsterdam Noord, Wappie Meeting, Strijders Meeting. Allemaal welkom hier elke zondag 2 tot 5. Ik wil die vrouw daar nog even spreken, maar even kijken. Ik ga toch even vragen of ik haar even kan interviewen. Ik ben nu live in namelijk. Livestream. Nederlands? About what? About her message. I want to know her message for the people. Thank you. I forgot your name because you did give me your name last time. Max. Max. Okay. Hello. Camilla. Hey Camilla. How are you? What are you doing today? I am good. I'm very happy. I meet several good people like yourself, like Sylvia, who hey, come Sylvia. Here and talk to me and ask me questions about Julian Assange. And I believe this is very important because Julian Assange is a journalist who is sitting in the cell 2 by 3 meters in England, in London. Yeah. And he's been there since 11th of April 2019 because he revealed the truth. And truth is something that we have a huge deficit all over the world at the moment. So every person who comes here and asks me questions about Julian Assange, I am very happy about, because that means they are getting a little bit closer to the truth. And the most important revelation is about war crimes and corruption of the United States, or hypocrisy of the West. Yes. Hypocrisie van het Westen, corruptie en oorlogsmisdaden. They are always, they always say China, Russia, yeah. Erdogan are the bad guys. Yeah. They put in jail the journalists. What about England? This is from America. Yeah, exactly. Yeah. This is the country free of speech. Freedom of speech, yeah. Yeah,
But don't put me in Canada. You don't know the American government. Yes, but that's why we need people who will come and say something in the open, because yeah, he did it for us. If he put so it we in have the to do internet, it for him. These things, they control. But I will talk with her. Yeah, yes. It's okay. Thank you. I will not bring you in the message well. Again. Thank you very much, Sylvia. See you again. Yes. Yeah, I can ook een beetje in Nederlands, maar ik moet yeah. doen, want ik vind vrijheid te belangrijk om te ignoreren en om stil te zijn. Dus daarom ben ik hier. En hoe vaak voel jij actie gemiddeld in de maand of in de week? Twee keer per maand probeer ik hier te zijn en ook vaak sta ik in de Dam op donderdag. Maar vind ik, ik vind het hier een beetje leuker en meer mensen, een beetje meer rust. Dat vind ik beter voor de conversatie, voor een gesprek te voeren. En ken je ook Julian Assange? Wanneer heb je hem leren kennen? Nee, ik heb hem nooit ontmoet, nooit persoonlijk leren kennen, maar ik heb zijn vrouw ontmoet en ja. zijn vader ontmoet. Ik heb met zijn broer gesproken en die zijn allemaal echt goede mensen die ongelooflijk vol van waarheid en integratie zijn. Ja. En dus ik weet dat als hij met zo'n mensen om zich heen in de familie is, dan moet hij een goed genoeg persoon zijn. Maar dat gaat eigenlijk niet over hem. Nee. Dat nee. gaat over iets wat hij represents. Dat is voor vrijheid van spreken. Ja. En wij moeten recht hebben om vrijheid te weten. Wij moeten. En als hij naar de Amerika uitgeleverd wordt, dan wordt het een bevestiging dat geen journalisten, geen mensen waarheid kunnen spreken. Ja. Naar gevangenis te moeten gaan. Ja. Daarom sta ik hier. Daarom wil ik hier zijn. Zijn uitlevering is dat wij elk echt moeten voorkomen. Ja. Alles moeten doen om te voorkomen. Dus ja, dat is mijn bericht. En waar kunnen we jou steunen? Of heb je een Facebook of Telegram of een website? Ik heb een Facebook. Ik heb ook Twitter. Op Twitter ben ik als Michel Quest. Maar ik ben ook een deel van die organisatie Free Assange Wave. En, oh ja, Free Assange Wave. Dat is deze. Dat is ook Facebook? Op Facebook en op Twitter en ook op Twitter, Instagram, Facebook. Free Assange Wave. Ja. Kun je ook Camilla ondersteunen in haar missie in Nederland voor vrijheid van meningsuiting en vrijheid ook van de klokkenluiders. En wij hebben ook veel klokkenluiders in Nederland. Ik heb ook in de gevangenis gezeten 5 maanden. Andere mensen ook. Hè? Ik heb ook een ja, vanwege eigenlijk de klokkenluider voor problemen en corruptie in Nederland. Ook met corona en nu met de boeren en met het klimaat. Dat is precies mijn bericht, want wij zitten hier in het Westen. Whistleblowers. En ja, en wij denken dat wij hier de vrijheid van mening hebben, maar ook hier in Nederland, dat weet ik, daar zitten mensen in de gevangenis ja. voor de dingen dat ze hebben gesproken. Bart van Wel. Ja, en dat kan niet. Mensen moeten vrijheid hebben. Bijbassin. Ja, precies, te spreken. Dat kunnen wij niet toelaten, dat mensen aan de gevangenis gaan omdat ze iets hebben gezegd dat de regering niet goed vindt. En ben je ook op de hoogte van de pedofiele elites? Niet hier in Nederland. Maar Epstein Island. Oh ja, dat heb ik Lolita Express. Lolita Express, ja, maar niet zo in detail. We have also de Dutroux-zaak en de Demming-zaak in Nederland. Ja. Ja. Ik weet dat het bestaat. Pizzagate, heb je gehoord? Dat heb ik niet gehoord. Oké, okay, ja. Maar ik zou er meer... Nou, het is heel zwaar om dat te weten. Maar u bent ook vooral natuurlijk bezig met de oorlogsmisdaden. Die ook in Irak, in Afghanistan, Libië, Syrië. Bijna elke land. Er zijn op dit moment meer dan 40 landen waar er
elke land. Elke land 40 landen, fysieke oorlog, geweld, met wapens. En bijna elke land van deze 40 landen, 41 landen, zijn de landen waar Amerika zijn deel heeft gemaakt om die oorlog naar het resultaat te brengen, naar realiteit te brengen. Dat is vreselijk. Wij luisteren alleen maar naar de propaganda van tv, van Netflix, van bioscoop, waar je ziet hoe Amerika de wereld redt. Maar dat is helemaal leuk. Ja, ja. Die zijn die mensen die oorlogen willen voeren. Ja. Die weapons manufacturen. Maar ook sancties, hè? Financiële oorlogsvoering, heel veel sancties. Hoe kan je een oorlog stoppen met sancties? Met mensen aan het lijden te brengen? Dat ja, de niet. Burgers, ja. De burgers, dat stopt geen oorlog. Dat is niet het mechanisme. Die enige mechanisme die maakt het eind aan de oorlog is met mensen te praten. Ja. Maar dat moeten wij in de West nog leren. Maar dat is ook, veel mensen zeggen ook, Donald Trump heeft geen oorlogen begonnen, maar hij heeft wel financiële oorlogen gestart en ook in stand gehouden, hè? Met Iran, met Venezuela, met Cuba. Hij is een van die Amerikaanse en de beste regering. Hij heeft veel dingen gedaan dat hij niet zou moeten gedaan hebben. En een van die dingen die hij echt niet zou moeten doen is, hij heeft een... geld aan Ecuador gegeven, aan de president Lenin Moreno, 4 biljoen, 4 miljard dollars, 4 biljoen dollars, om Julian Assange te krijgen. En dat heeft de Ecuadoriaanse president Lenin Moreno gedaan. Dus voor mij, dat is niet dat Donald Trump erger dan die andere is. Joe Biden, Barack Obama, die zijn allemaal mensen... Bush. Die zijn allemaal mensen die bommen aan het land, aan andere landen laten droppen. Het is echt hypocrisie van de West. En waar kom jij zelf vandaan? Ik kom uit een land die een van de grootste Amerikaanse vrienden is Polen. Ik ben, het is vreselijk voor mij dat ik uit zo'n land kom. Maar er is bijna niemand ook in Polen die Assange steunt. Toch is Polen 2 of 3 keer zo groot als Nederland. Maar toch zijn er minder mensen die Assange steunen dan hier in Nederland. Het is echt een schande. Ja. Maar dan zijn wij als een land, niet ik, maar als een land een echte steunland voor de meest corrupte land van de wereld, Amerika. Ja. Dus Ik ben heel blij om hier te zijn. Bedankt dat jij zoveel moeite doet voor de mensheid. Heel veel mensen bedanken jou ook hier in mijn comments. Ik ben ook dankbaar aan elke persoon die hier kwam en komt en met mij praat en aan mij glimlach stuurt. Ja. We hebben in ieder geval promo gemaakt nu hier. Wat zei je? En ook voor Polen, want Polen was ook een beetje aan het botsen met de Europese Unie. Wij waren heel trots op Polen, maar het was ook misschien nep. Een beetje spanning creëren. Omdat daar ook was ook een wet van de rechtbank en de mensen werden ontslagen die kritisch waren. Dat is een mechanisme dat eigenlijk niet zo positief is. Want als het een beweging is om weg van de autoritaire instanties te zijn, dan is het goed. Maar dat is niet echt waar. Dat zij deden dat omdat ze vlak bij Amerika willen zijn. En dat voor mij is nog erger. Oh dus, dus ze staan, de regering van Polen is één met Amerika-regering. Goed om te weten, ja. Had ik al het door, ja, ik had het al door, maar... Het is niet dat zij... In Polen zijn ook veel demonstraties, hè? Ja, dat is echt geweldig, want in Polen zijn er veel mensen die echt voor zichzelf in het thema op corona kunnen denken. Ja. Maar dan niet op het thema van Assange. Ja. Want dat is te vlakbij met Amerika. Ja. En dat willen zij niet delen. En Belarus, wat vind je daarvan, die opstanden daar zijn gekomen? Ik vind het... En dat wordt wel gepromoot, ook door onze media, dat dat heel goed is. Opstand tegen de dictator van Belarus. Ik vind ten eerste dat elke deel van de informatie die wij hier in de West krijgen, het
is bijna altijd leugens. Propaganda. Propaganda, 80%. En onze media willen dat wij andere landen naar de oorlog brengen. En ook met andere mensen die een verschillende opinie, mening van ons hebben, dat wij met die vechten. Ik ben niet naar Belarus geweest. Ik weet niet of het echt zo is. Wat wij hier op de tv over Oekraïne zien, ik weet het ook. Dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Ik heb ook mensen uit de Oekraïne gezien of met mensen uit de Oekraïne gepraat. En ik weet dat wat wij hier op de tv en in de media papier krijgen, dat is niet echt waar. Daarom geloof ik ook niet de boodschap over de Belarus. Ja. Dat is mijn mening. Ja, dat zijn twee hele andere thema's. Maar daar gaan we nog een keer over praten met iedereen. Dat is heel belangrijk ook. Ja. Is goed. Dank je wel. God zegen jou. Bedankt, ja. Camilla. Hou Dank vol. We staan achter jou. Wij helpen jou. Wij denken aan jou. Ja, ik voel het. Ik ben dankbaar ook. Ja, heel erg bedankt voor je moeite. Keer. Ja. Hier, vriendschappen en steunbetuigingen. Ja, wijze woorden en vooral een heel krachtige vrouw, een hele krachtige statement. Ja, zulke mensen word je toch weer hoopvol van. Mensen die zoveel moeites doen om de wereld eigenlijk te redden uit de klauwen van de criminele elites. Strijden tegen de valse overheid, de valse media. Tijd voor actie. Geen prik in je arm, maar prik er doorheen. De bubbel van leugens. Ik ga hangen, mensen. Bedankt voor jullie tijd. Bedankt voor jullie steun. We zijn samen sterker dan de elite. Veel sterker, dat voel ik ook. Ik voel weer mijn oude krachten terugkomen sinds ik ook weer de vrijheid heb. Geen huisarrest meer. Zoveel kracht ook weer ontvangen gisteren van alle mensen die ik heb mogen ontmoeten. Alle strijders, alle liefdevolle strijders. De wakkere mensen van Nederland. Geweldig. Dutch Lions. Yes. Fijne dag, fijne avond. Groetjes uit Amsterdam, Museumplein. Zomeravond op het Museumplein. Ik weet niet, ik ga nog eens kijken zo of er nog een programmalijst is. Maar ik heb genoeg andere dingen ook te doen. Groetjes, bye bye.